Mijn naam is Roy Zwaan, werkzaam bij Gomez. Vandaag heb ik deze prachtige nieuwe GLC voor jullie meegenomen. Het motorengamma van de GLC bestaat uit een GLC 200 benzine, een 300 benzine en belangrijker de 300e en de 400e. Dat zijn de nieuwe plug-in hybride motoren met een nieuw accupakket. Deze auto is uitgerust met het AMG sportpakket. Dat is te herkennen aan het sportievere bumperwerk met een wat sportievere luchtinlaten. Ook vinden wij hier de nieuwe grill van Mercedes-Benz. Gaan wij door naar de zijkant. Vinden wij hier het nieuwe wieldesign met een wat dikkere rand in de velg. Dit zorgt voor een efficiëntere luchtweerstand. Wat ook nieuw is voor de GLC zijn de spiegels die bevestigd zijn aan de portieren. Optioneel verkrijgbaar treeplanken. Ook vinden wij hier het nieuwe spatborddesign. Deze zijn meegespoten in carrosseriekleur. Dit is verkrijgbaar op het AMG pakket. Gaan we door naar de achterlichten. Deze lopen door naar het andere achterlicht. Onderaan vinden wij het nieuwe design van de uitlaten. Deze zijn wat robuuste vormgegeven, waardoor de auto nog wat sportiever wordt. Ook het interieur is weer prachtig afgewerkt. Deze zullen jullie deels herkennen uit de vernieuwde C-klasse. De twee digitale schermen, welke standaard zijn voor de GLC. Ook vinden wij hier het vernieuwde stuurwiel van Mercedes-Benz met de touchbuttons op het stuur. Centraal achter het stuurwiel vinden wij het nieuwe display. Waar alles op geprojecteerd wordt, dus de navigatie, de snelheden. Ook vinden wij het nieuwe head-up display boven het stuurwiel. Deze is groter dan voorheen. Mochten jullie geïnteresseerd zijn in de nieuwe GLC, kom dan langs op een van onze vestigingen of plan een proefrit op www.gomez.nl.